Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 33 van de Eredivisie en natuurlijk nog meer, maar laten we vooral dat eerst eventjes doen. ADO Den Haag kreeg Willem II op bezoek om zich nog te proberen te handhaven, maar het is niet gelukt. Ze hebben 1-4 verloren. Ajax won met 3-1 van VVV. Emmen won weer met 3-1 van Heerenveen. FC Groningen AZ werd 0-0, Fortuna Vitesse werd 3-3, Heracles Feyenoord werd 1-1, PSV won met 4-2 van PEC Zwolle, RKC won met 2-1 van FC Twente en Sparta tegen FC Utrecht werd 0-0. Dan betekent dat dit voor de ranglijst. Ajax was natuurlijk al kampioen en heeft 85 punten. Dan komt op de tweede plek PSV met 71. In theorie zou AZ hun nog kunnen inhalen. Vandaar dat er nog niet bij staat wie wat heeft gehaald. Alleen de doelsaldo is zoveel beter van PSV dat dat gewoon eigenlijk onmogelijk wordt voor AZ. AZ staat derde met 68 punten. Dan komt Vitesse die zich dus wel geplaatst heeft voor de voorronde van de Conference League met 61 punten. Dan krijgen we Feyenoord, FC Utrecht en Groningen die zich al geplaatst hebben voor de playoffs. De plek voor de plaats 8 is nog wel een beetje spannend, want Sparta en Heracles hebben allebei 44 punten. In theorie zou Fortuna het ook nog kunnen halen, maar daarvan is het doelsaldo echt wel slechter dan die van Sparta. Maar in theorie is het dus mogelijk. Sparta staat op dit moment dus op een plaats voor de playoffs. Dan krijgen we Heerenveen, FC Twente en PEC Zwolle, die eigenlijk nergens meer voor spelen. Ook RKC is zo goed als veilig, want Emmen heeft een slechter doelsaldo dan RKC, dus dat wordt heel lastig om die nog voorbij te gaan. Het gaat dus echt tussen Willem II en FC Emmen wie de playoffs moeten gaan spelen, want VVV en ADO die zijn helaas voor hun gezakt naar de keukenkampioendivisie voor het volgende seizoen. Dit is de voorspellers normaal top 8, maar nu top 7 omdat er meerdere mensen op plaats 8 staan. Luc staat bovenaan met 286 punten, dan komt Dilano met 264 punten. Mikey staat derde met 263 punten, dan komt NAC met 255 punten. Jarno staat vijfde met 251 punten, dan komt Jesper met 247 punten. En op de zevende plek staat Massimo met 236 punten. De rest is natuurlijk te vinden in de beschrijving, de volledige stand. De weekwinnaar deze keer waren twee mensen. Dat waren Luc en Jesper. Die hadden allebei 8 punten gehaald. Dus de meeste punten. En dit is de einduitslag van de keukenkampioendivisie. Met een spektakelstuk als slot van de competitie. Cambuur was natuurlijk al kampioen. Dus die zijn door. Maar Go Ahead Eagles heeft op de allerlaatste speeldag de Graafschap ingehaald. Op doelsaldo zijn ze tweede geworden. Wat betekent dat we die volgend jaar terug gaan zien in de Eredivisie. Dus de eerste keer dat ze dit seizoen tweede stonden was op de laatste speeldag. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. De Graafschap, Almere City, NAC Breda, FC Volendam, NEC en de Rode JC gaan dus naar de na-competitie. Verder is dit de stand. Als je nog even naar wil kijken, zet hem op pauze. Ik ga hem verder niet langs. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de na-competitie. We beginnen met single wedstrijden, dus er is geen terugwedstrijd. De Graafschap thuis tegen Rode JC, Almere City tegen NEC en NAC Breda ontvangt Volendam. En dan is dit de laatste speelronde van de Eredivisie. FC Twente moet tegen ADO Den Haag, Feyenoord tegen RKC, Willem II ontvangt Fortuna, AZ moet thuis tegen Heracles, Vitesse tegen Ajax, PEC Zwolle ontvangt FC Groningen, SC Utrecht moet tegen PSV, Heerenveen moet thuis tegen Sparta en VVV ontvangt FC Emmen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.